Ik ben Leo Heemskerk. Ik neem jullie even mee in mijn onderzoek naar de boommarter hier in het Noord-Hollands Duinreservaat. Dat onderzoek doe ik al het enige jaar. En ik maak bij het onderzoek gebruik van cameravallen. We zijn nu vlakbij de cameralocatie. Als je goed kijkt, kan je maar in de verte kan je hem zien hangen. En dit, ik heb ze op slot. In een kastje, van hooglanden bestendig. En ook diefstal. En dan gaan we kijken of er eentje op staat. Hier heb je hem. Je ziet dat hij omhoog komt. En dan kun je die keel, die witte keel, zie je dan. Hij pakt nu even zo'n pruimpje en eet hij weer een beetje op. Gaat hij weer omhoog. Zo direct. En ze kunnen thuis op groot beeld gaan kijken. Kan ik hem herkennen. En dit is de opstelling zelf. Hier heb ik dan een tak neergezet. En hang een andere tak op. En hangt hier een stokje. Er zitten ook twee schroeven op. En dan gaan we straks de lokstof weer op aanbrengen. Met de bedoeling is dat hij hier gaat staan. Aan de stok gaat likken. En dat hij dan de keel laat zien. Tevens heb ik hier nog een pindakaas. En daar heb pindakaas in een pruimpje. Dan heb ik eigenlijk vier momenten dat hij omhoog komt en dat je hem in beeld krijgt.